Tip hoor. Het onderdeel waar ik zelf erg veel mee bezig ben, op dit moment doe ik een onderzoek ook naar NEVI, met name met het Leidse Universiteitscentrum. NEVI is een mooi woord voor een moedervlek. Nou, moedervlek bestaat eigenlijk uit een ophoping van melanine, geproduceerd door melanocyten in de basale laag. Je moet het zien als een dorp, meerdere melanocyten bij elkaar produceren zoveel pigment dat het pigment bij elkaar blijft opgehoopt, dat je een moedervlek hebt. Nou, iedereen heeft er een paar. Je krijgt in de loop van de levensjaren krijg je er een paar bij. Iedereen weet hoe ze eruit zien. Donkere vlekken in de huid. Met name de eerste paar levensjaren krijgen ze. Waarom ik dat nou zo aanstip? In de latere levensjaren, met name in het gezicht en op de bovenrug van de handen en op het keuren borstbeen, krijg je wel de andere vlekken, de zogenaamde levervlekken. Ook een pigment iets, maar heeft niks te maken met de moedervlek, ligt ook een laag hoger in de huid. Variatie is legio. Van klein tot heel groot. De grootste die ik tot nu toe heb gezien was 30 centimeter doorsnee, ongeveer zo groot als een kleine voetbal op iemands rug. Met nog een tiervuilnevoes. Dat is een Duitse term, kwam ook met haar uit, het leek net alsof je een hondenvacht had. Belangrijk om te melden, ik zag net al iemand hier voorbij lopen die vroeg aan mij van ja, af en toe jeukt hij, af en toe wordt hij wat rood. Daarom zei ik in het begin ook al van, haal de bloedvaatjes, die variatie van bloedvaatjes weg. Op het moment dat ik een wat dieper gelegen moedervlek heb en die bloedvaatjes gaan wat opspelen, gaat het wat jeuken, weer het histamineverhaal. Dat komt met name met hormoonspiegeling, spiegelt die veranderen, maar ook bij zwangerschap kan het veranderen. Met warmtetemperatuur, de vaatjes krijgen weer wat meer bloed en door het meer bloed aanwezig te zijn gaat het jeuken. Behandeling niet. Ik doe daar niks mee. Tenzij ik denk van er moet wat mee gebeuren, dan is het chirurgisch aangewezen. Als je een bekijkt met moedervlekken, wil ik voornamelijk kijken of het paardjes zijn. Deze moedervlek past heel erg bij die. Deze bij die. Die twee bij elkaar. Hier een paar kleintjes. Het hoort allemaal bij elkaar. Zou je deze lijn tot hier trekken, dan kan ik zeggen, hey, deze die lijkt eigenlijk nergens op. En deze ook niet. Nu wel een beetje op elkaar, maar niet helemaal. Dan ga ik met mijn vergrootglasje erbij kijken hoe het eruit ziet. Zoek paren. Op het moment dat je een paardje hebt in hetzelfde deel van het lichaam, hetzelfde arm, hetzelfde been, of de voorkant of de achterkant van de rug, dan hoort dat bij elkaar. Omdat er zo'n variatie is, is dat een hele makkelijke manier om snel te scannen. Een detailopname, zo zie ik het onder mijn microscoop. Als ik het bij iemand bekijk, dan let ik met name op de vormen van deze scherp begrensd, belangrijk. Het is symmetrisch, dat houdt in dat ik hem meerdere kanten een lijn kan trekken. Het geeft een mooie lichtbruine kleur. Ik zie geen rare cellen erin, geen donkere plekken, waar ik straks een mooi voorbeeld heb met een melanomen. En de grootte, u ziet dat het hier meer over 7, 8 mm is een rustig beeld. Gaan we naar een snel groeiende tumor in de huid, die vaak verward wordt door de patholoog met een kwaadaardigheid, de keratoacanthoma. Een keratoacanthoma is een huidtumor die zich in de keratinocyte bevindt, in de bovenste laag van de huid. Hij kan ontstaan, hij groeit binnen 2 maanden zo'n beetje tot 2,5 centimeter en kan fors aanwezig zijn. Hij maakt mensen veel bang. Op het moment dat ik hem zie, vaak wordt opgeworpen rand met in het midden als het ware een soort van bloemkooltje van korsten die erin zit. Niet te verwarren met een basaal carcinoom die juist naar binnen gaat. Eigenlijk wil ik daar meteen doorgaan naar de plaatjes. De beste behandeling van deze dingen, dit zie je heel mooie voorbeelden van, dat je een scherp knolletje hebt met in het begin en midden een krust. Je pakt een mesje, je schraapt hem eraf, lekker doorschrapen totdat je weer een normale huid hebt. Ik zie mensen verrekken. Heerlijk vind ik dat. De reden dat het namelijk naar de patholoog gaat, is alles wat weghalen sturen we op voor de patholoog. Ook al is het een onschuldige moedervlek waarvan we het weten, willen we hem cosmetisch weghalen, we sturen hem altijd op om 100% zeker te weten. De patholoog kan door de plaats van de tumor niet zien of het nou een plaveisel-carcinoom of een keratoacanthoom is. De technieken die tot nu toe bekend zijn voor het verschil zijn niet volledig betrouwbaar. Dus dan gaan we uit van het verhaal van de patiënt. Bestaat zoiets 2,5 maand, snel groeiend, kan weer wat krimpen. Dan hebben we het over keratoacanthoom. Bestaat hij langer, moet je uit een plaveisel-carcinoom denken. Het verschil is dat een keratoacanthoom 0,0 gevaarlijk is. Plaveisel-carcinoom kan uitzaaien. Gaan we. Ja, het is goed. Ik ben zelf wel enthousiast. Ik zie al inderdaad een zwetende voorhoofd bij de. Zijn er tot nu toe vragen? Oké. Okay.
Ja. De vraag is hoe het zit met moedervlekken die er al zijn bij geboorte. Op zich niet erg, dat hoort erbij. De term moedervlek komt ook letterlijk uit die periode. Iedereen heeft er een paar. Het ligt er alleen aan hoe groot zijn ze. We hebben zogenaamde verschil met een aangeboren moedervlek. Als hij boven de 20 centimeter is op een 18e levensjaar of daaronder, dan is het indicatie om weg te halen. Onder de 20 centimeter heb je een laag tot midden hoger risico dat het iets kwaadaardigs wordt. Bij twijfel, bij verandering, laten kijken.